We hebben wel de voorwaarden. Dat gas is een transitiebrandstof. Precies. We hebben een beperkte periode gas nodig, dan willen we er vanaf. En in de tussentijd... Dan wil je eigenlijk definitief naar kernenergie, wij zeggen. Dan is kernenergie is een van de oplossingen. Oh, je hapt dat Nee, kernenergie, je mag, als je een beetje verstand hebt... dan mag je op energieterrein geen enkele... Ik vind het toch wel weer verbazingwekkend dat we toch weer gaan kijken naar gaswinning. Ik bedoel, er was vandaag weer een rapport... dat die klimaatdoelstellingen bij lange na dit jaar weer niet gehaald worden. En we gaan het nu weer over gaswinning hebben... met alle nadelige gevolgen daarvan. Ja. Ik zie ook weer in de Waddenzee... Ja, heel veel. Natuurorganisaties maken daar ook... Nou ja, we hadden het net over die warme herfstdagen... waar heel veel vogels ook gewoon heel veel last van hebben. Die zeespiegel die stijgt al. Als we weer gas gaan boren in die Waddenzee... daalt die bodem ook nog. Een heleboel vogels... Even een reactie. Inderdaad, niet in de Waddenzee. Er is één locatie... Waarom gaan we niet inzetten op verduurzaming? Ja, maar kijk, het een sluit het ander niet uit. Voordat we dit gerealiseerd hebben... Maar ik denk dat een heel belangrijk punt is waar we van af moeten in Nederland... is het idee dat het een het ander automatisch uitsluit. Dat is ook hier niet het geval. Maar wanneer hebben we dit gas? Ik heb net even bij de redactie van Galit en Sofie een kleine poll gehouden. Wie heeft hier een huis dat niet verwarmd wordt door aardgas? Er ging één hand omhoog. Dus de realiteit is... dat we gewoon de komende 15 jaar dat gas nodig hebben. Dan kun je zeggen, ik ben tegen gaswinning. Ja, maar dan moeten we dus importeren uit homo-hatende slavendrijvende landen als Qatar. Niet inzetten op die huizen beter isoleren. Ja, maar dat gebeurt, hè. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Waar wij het over eens zijn, wat Jeroen ook zegt, wat ik hem hoor zeggen, de VVD dus... aardgas is een tijdelijke oplossing voor een beperkt aantal jaren. En intussen moeten we natuurlijk veel harder aan de slag met die verduurzaming. Nou, en ik voeg daar dus aan toe. Ga ook voor die doelstelling die wij dus samen delen... ga ook die opbrengsten die je uit die regio haalt met die gaswinning... ga die ook voor een belangrijk deel terug investeren via de provincies in die regio. Jeroen, hoeveel is het per jaar?